Na een marathonzitting in het parlement, gisteren is de behandeling van de ontwerpwet wijziging Brokopon de overeenkomst kort na middernacht verdaagd naar donderdag. Vicevoorzitter Melvin Bova, die de vergadering vanaf het begin op dinsdag heeft voorgezeten, gaf aan dat ze het ontwerp niet onnodig zullen doordrukken. Hij merkte op dat de externe deskundigen van de Nationale Assemblée meer tijd nodig hebben om de wijzigingen door te voeren. De regering, vertegenwoordigd door vicepresident Ashwin Adin, gaf Bova gelijk. De regering kan meegaan met de gevoelens dat het heel laat is en men moe is. En dat eventueel het verstand niet helemaal alert is. Dus dan kunnen we ons beijveren dan om het donderdag te vervolgen. En de minister zal dan de zaken meenemen in zijn betoog donderdag. Ja. Donderdag. Dus dat hij vandaag ook geen korte toevoeging geeft, maar direct donderdag beantwoord. Och, in zijn geheel donderdag? In zijn geheel. Oké, dus dan zegt de VP en de regering nu dat de regering dan in zijn geheel ingaat donderdag om dus antwoord te geven op de 100 en zoveel vragen die er zijn gesteld. En dat is niet figuurlijk. Dat zijn dus echt ongeveer 130, 134 vragen hoor ik net. Dus daar zullen we donderdag kennis van nemen. Er moeten nog technische en juridische wijzigingen voorgesteld door zowel de oppositie als coalitie worden doorgevoerd. Bova vindt dat de regering alle ruimte moet krijgen deze wijzigingen door te voeren. Okay, we have come from a long way. We vergaderen ruim 12 uur. Dus dat betekent natuurlijk een behoorlijke stap die we hebben gezet van waar we waren naar nu. Deze vergadering verdagen we, laat me eerst zeggen, we hebben donderdag om 10 uur een huishoudelijke vergadering. Eerst. En na de huishoudelijke vergadering, het voorstel is 11 uur, vindt dan de voortzetting van deze vergadering plaats. Ik roep u op om naar uw folder te kijken, want de aangepaste documenten moet u morgenavond, uiterlijk donderdagochtend, daarin vinden. Want als we terugkomen, beste mensen, hebben we alleen maar nog de tweede ronde van de regering. Eventuele derde ronde en de stemming over deze wet. Ik verdaag deze vergadering tot donderdag 11 uur. Aldus Melvin Bova, vicevoorzitter van het parlement, gisteren. Na de lange behandeling van de ontwerpwet Brokopon de overeenkomst. De vergadering is verdaagd naar morgen.